Dino Bouterse heeft donderdag in de Verenigde Staten in New York verklaard onschuldig te zijn aan het helpen van een internationale terroristische organisatie. Ook stelde hij opnieuw niet schuldig te zijn aan cocaïnehandel en illegaal wapenbezit. Dat gebeurde tijdens een besloten zitting van de rechtbank. De openbare aanklager in New York kwam begin vorige maand met een bezwarende aanklacht over steun van Bouterse aan medewerkers van de Libanese terreurgroep Hezbollah. De mannen waren echter geen drugsdealers of vertegenwoordigers van Hezbollah, zoals ze zich aan de verdachte hadden voorgesteld, maar medewerkers van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. Internationaal gerenommeerde strafpleiters zijn van mening dat Bouterse is uitgelokt en het is de verwachting dat zijn advocaten zich tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak daarin zullen bijten. You want to be somebody who pretends to be big and can do anything. I'm going to use that. And I'm going to get it on film. And I'm going to sell that. That's the way criminal informants think. Het onderzoek leidt tot een overdaad aan strafbare feiten. We leggen de aanklacht voor aan twee deskundigen. Internationaal strafrechtsadvocaat Geert-Jan Knoops en aan deze man. Michael Levine, 20 jaar lang undercover agent voor de DEA. Hij deed honderden undercover operaties en is nu getuigendeskundige in zaken waar undercover onderzoek aan vooraf ging. Levine zag in de afgelopen jaren hoe de DEA-agent veranderde. Van goed getrainde agent tot premiejagende buitenstaander. They paid in essence by case. Some of them who become adept professionals at making cases, they may be on the payroll. But they are not empowered to carry guns. There's no retirement. They're not official employees. They're criminal paid informants. Now, I use the term criminal informants because they are committing crimes. When you read this affidavit, what you see is they are out committing crimes in different countries. And how much money would they get paid for a case like this? More than $1 million would not surprise me. De essentie is eigenlijk, zijn al die handelingen die nou in deze aanklacht zijn beschreven, zijn die nou zelf door de heer Bouterse ontwikkeld? Komt het uit zijn brein? Of is hij ertoe aangezet? Is hem iets lekkers voorgehouden en heeft hij gehapt? Of heeft hij überhaupt nooit plannen gehad om deze handelingen te doen? Na een paar maanden gaan de agenten een stap verder. Ze doen zich voor als tussenpersonen voor Hezbollah. Ze vragen om paspoorten, faciliteiten en wapens. Zogenaamd voor Hezbollah-strijders die in Suriname acties tegen Amerika willen voorbereiden. Dus hij wordt gepaaid in een bepaalde richting. Je ziet ook in zijn reacties dat hij aan zijn collega's zegt, ah, we hebben nou de jackpot. Dus hij raakt opgewonden door wat hij hoort, wat hem in het vooruitzicht wordt gesteld. Ja, en dat kan hem dus hebben getriggerd om meer te gaan doen dan hij aanvankelijk had bedoeld. Het is ook de vraag of de rechter de gebruikte methodes van de DEA acceptabel acht. De strafzaak dient opnieuw voor de rechter in februari 2014. Zijn medeverdachte Edmund Quincy Munslag werd op 29 augustus aangehouden op Trinidad en Tobago en vecht zijn uitlevering aan de Verenigde Staten aan.